ZVV Eindhoven trapt de laatste speelronde in de Eredivisie af. Door het uit de competitie nemen van het knooppunt hebben de Eindhovenaren één duidelijke opdracht. Dat is winnen bij FC Marlène, de nummer 2. Maar de ploeg uit Heerhugowaard zal die plek graag willen verdedigen. Want het heeft FC Eindhoven in de nek hijgen. Aitas. Asiente El Hassani. Dat had een wereldgoal kunnen zijn. Maar het feestje gaat niet door voor ZVV Eindhoven. Amrani. Aynane Kossen ontdoet zich weer van zijn tegenstander. Daar is hij tot nu toe vrij succesvol in geweest. Nu nog de volgende stap. Hamdawi van afstand. En hier is geen houden aan voor Alper Aitas. Glimlach op het gezicht van Issy, zo wordt hij inderdaad genoemd. Ismail Hamdawi. Straatvoetballer puur sang. Maar schieten kan die ook. Zo bewijst hij hier eens te meer. Hofkamp. Asiente, snelle omschakeling. El Hassani voor de gelijkmaker. Nee. De redding van Rozenbeek. Amrani. Mella. En dan Kossen. Even klinkt er opwinding vanuit het publiek. Omdat dit een aanval uit het boekje was. Tom Hofkamp. Ismail Hamdawi stuurt El Hassani het bos in. En bijna de hele defensie van ZVV Eindhoven. En krijgt ervoor een open doekje. Maar houdt er uiteindelijk niets aan over. Danisic op Jakir. En die gaat voor de gelijkmaker zorgen. Vreugde bij de bezoekers. En uiteindelijk ook bij de doelpuntenmaker zelf. Ali Jakir. Hij omspeelt Peter Rozenbeek. En zorgt daarmee 2,5 minuut voor de rust. Voor een 1-1 tussenstand. In eerste instantie lijkt hij heel onderkoeld. Maar dan zie je toch dat het wel degelijk iets teweeg brengt. De 1-1 ruststand is voor FC Marlène te weinig om de tweede positie veilig te kunnen stellen. Want FC Eindhoven staat na 1 helft met ruime cijfers voor in zijn eigen wedstrijd. Dus moet Marlène de overwinning uit het vuur zien te slepen om het thuisvoordeel te hebben in de play-offs. De missie voor ZVV Eindhoven is onveranderd. Er moet gewonnen worden. En dan kan er pas gekeken worden naar de concurrentie. Faisal Mella bereikt Tom Hofkamp. En dan is het afmaken geblazen voor Kossen. Die stuurt en een verdediger en een keeper naar waar hij naartoe. In ieder geval het bos in. FC Marlène neemt voor de tweede maal een voorsprong. En nu is Jeroen Kossen de maker van de goal. En hij bedankt daarvoor Tom Hofkamp. Jeroen Kossen. Deze keer bereikt hij Amrani niet. Daar is Asiente. Daar is een familiegoal. Bilal als aangever, Ilias als afmaker. En opnieuw recht ZVV Eindhoven de rug. En deze keer staat Jeroen Kossen onbedoeld aan de basis van een goal. Via Danisic komt de bal bij Bilal Asiente. En dan is het een kwestie van binnentikken voor Ilias Asiente. Oh, Amrani raakt de paal.
Dat is dus pech voor de aanvoerder van FC Marlène. Nu is het wel raak. Ismail Hamdawi, zijn tweede van de avond. Genadeloos uitgehaald door de freestyle koning van het straalvoetbalcircuit. Heerlijk in de kruising geschoten. Hamdawi wordt over het hoofd gezien. Hoe is het mogelijk? Vraag je haast af. Hij maakt er dankbaar gebruik van. Want de hat-trick is een feit. Is hij hitman? Maakt zijn naam helemaal waar. Het lijkt wel of ze vergeten zijn dat hij erin staat, Ismail Hamdawi. Hij zegt dankjewel. Het zal nu heel moeilijk worden voor ZVV Eindhoven om er nog wat van te maken. En dan moet ook nog eens Ilias Acente op de been zien te blijven. Nou, hier had hij meer verdiend. Ilias Acente. De lat ligt een paar centimeter te laag. Afmaken, Amrani doet het. 5-2. En alle spanning is uit de wedstrijd. Duwt Danisic van zich af. En dit hebben we eerder gezien. Een schijnbeweging. En dan uiteindelijk ook nog afmaken. Tossen, het doel is leeg. En de 6-2 ligt er ook in. Nummer 2 voor Kossen. Hij doet het helemaal zelf. Ontfutselt Ilias Acente de bal. En dan ligt de weg wagenwijd open naar de 6-2. Hamdawi buitenkantje rechts. Het mooiste doelpunt van de avond wordt tot het laatst bewaard door een man van 4 goals, Ismail Hamdawi. Het wordt op deze manier een demonstratiewedstrijd. Hamdawi. En dat is de officiële speeltijd verstreken. FC Marlène verslaat ZVV Eindhoven met 7-2. Stelt de tweede plek veilig en daarmee het thuisvoordeel in de play-offs om het landskampioenschap. En voor ZVV Eindhoven resteert de na-competitie om degradatie uit de Eredivisie te voorkomen.